één punt gekozen waar wij met slagtechnieken er tegenaan zijn gekomen. Nu is meer een, je pakt een punt en je houdt het vast geheel. Laten we eens een cirkeltechniek nemen. Een hele bekende cirkeltechniek 6. Hij stoot, ik blok, wat zeggen we vaak, pak zijn hoofd vast, duw hem tegen je schouder, neem hem mee en gooi hem. Nou, als je dus een hele grote sterke persoon hebt en die schouder, of dat tegen je schouder aan duwt, dat lukt niet echt, kun je pas van hier in de hoofd aan duwen, ook het pressure point pakken. 1. En dan maak je hem. Verschillende pressure points die je daar kan pakken, kan het van de zijkant werken, pas met gewoon 1 dikke genoeg. Die in zijn nek gaan doen, dat vind ik niet fijn. En er tegenaan. Of als je iets meer naar beneden wil pakken. 1, maar die gewoon achter in zijn nek. En ga je dat doen. En iedereen kent het wel, die pakt hem hier achter in zijn nek. Ja, dat doet pijn. Sommige mensen kunnen dat een beetje tegengaan door dan een stierennek te maken. Door dit te doen. Dan valt wel mee. En als dat dus gebeurt, dus 1, je wil daar weer een eigen nek dicht. Dan ga je gewoon een dijk doen. Eén, dat is hele lastig. Het is gewoon telkens met je middel of je wijsvinger. Die je hier langs die baan en voor zoals al verteld zit je chockvol met de pressure points. 1, 2. Wie het zelf, wat is het meest toegepast? Dat is eigenlijk gewoon hier midden in de hals gaan duwen. Zelf vind ik het lekker als je iets meer. Dus, dat was de eerste pressure point wat we vandaag behandelden in de presentatie. Achter zijn nek gaat zitten hier op het puntje van zijn kaak. De andere in. Dat is hele lastig. Dus je voelt hier zelf de kaaklijn zitten. En dan net op dat in de bocht, zal ik maar zeggen, duw je dan naar binnen. Dus hij stoot. 1, je gaat die duw eigenlijk hier naar binnen toe. En hij gaat op. Ja, dus nu cirkeltechniek met pressure point in de kaaklijn naar binnen duwen. Maar.